Dag kijkers, welkom bij Cooking Spaces. Onze chefkok van dienst Pascal Wouters maakt vandaag kip in reumertopf. Onze gast die komt ook langs en dat is Dirk Smeets. Hij is projectcoördinator bij Qualibau. Welkom. Pascal, maestro, een ronkende naam ga jij vandaag maken, hè? Ja, we gaan kip klaarmaken in reumertopf. Dus nu hoor ik u denken, wat is een reumertopf? Voilà. Dit is één reumertopf. Het is eigenlijk een gesloten ovenschaal met deksel in terracotta. Dat is een mediterrane manier van koken. Ja. Waarbij alle sappen, alle braadvocht in de kom blijven. En dus de kip lekker mals wordt zonder dat ze haar ingrediënten verliest. Dus alle ingrediënten worden ook heel mooi met elkaar vermengd. Je krijgt zeer mooie texturen. Je kan daarom even wat in klaarmaken. Dit is een reumertopf specifiek voor kip. Ja, je hebt er andere voor braad, voor appelen. Je hebt zoals reumertopfen om banaan in te gaan klaarmaken. Een beetje zo een koele bloempot in de oven. Zo dan. Absoluut. Het is ook heel decoratief om op tafel te zetten. Dus ja. Heel mooi, heel mediterraan. Ja. Een beetje een vergeten manier van koken. Goed, Pascal, hoe beginnen we eraan? We nemen een kipje, uiteraard. Een goed, lekker exemplaar. Goed. We gaan daar een kruidenmengsel van maken. Dat bestaat uit tuinkruiden. Die ik vanmorgen nog uit de tuin geplukt heb. Dus verser kan niet. Absoluut. We leggen die er even wat in. Ik heb er uiteraard al wat vooraf ingelegd, zodanig dat die mooi met de olijfolie mengen. Ja, een beetje rozemarijn. Een beetje rozemarijn kan er ook bij. En gewone kipkruiden die je in de handel vindt. Dan gaan we die met behulp van een borsteltje de kip eigenlijk lakeren als je wilt. Schilderen. Binnen- en buitenkant? Binnen- en buitenkant. Moet je dan zo effectief jouw borstel daar zo flop? Ik hoop dat die erin gaat, want ik heb nogal een grote. Maar ze hebben een wijde opening gemaakt, dus het gaat lukken. Ze heeft er nog nooit zo goed uitgezien, volgens mij. Absoluut. Zonder kop dan. Andere kippen gaan er jaloers op zijn. daar ga ik nog even een kruidenkaasje bij doen. Ja. We kiezen zelf welke kruidenkaas, een beetje eigen smaak. Ja. Ik heb het ook al gemaakt met gewoon een geitenkaasje, kruiden geitenkaas, dat is ook heel lekker. Ja. Daar doe ik dan nog een shallotje bij. Ja. En voor de pit doe ik er ook nog een vers pepertje bij. Ja. Op hoeveel graden zet je deze kip nu? Even op 200, om alles goed dicht te schroeien. Ja. En dan gaan we ze ongeveer een klein uurtje gaan brengen naar 180 graden. Ja, oké. Goed, kip zit in de oven. Dan gaan we nu een aantal peren schillen. Ik zie er ook aardappelen liggen, die mogen ook geschild worden. Die aardappelen mogen ook geschild worden. Dat vind ik geweldig goed. Gaan we dat nu laten? Dankjewel. In blokjes? Niet zoals in het leger. Kom maar proberen, hè. Oei, maar ik zie wel dat jij een stukje sneller bent dan ik. Anders zullen we gewoon doen waar ieder voor in is. Jij mag nog wat schillen. Ja. En ik gewoon een beetje gaan mabbelen. Goed? Absoluut. Goed. Dankjewel. Dag Dirk. Dag Hilde. Even tijd voor een rustige babbel. Graag. Heel veel mensen kennen het ISO-certificaat. Ja. Maar jullie reiken een ander soort kwaliteitslabel uit, hè? Het is een kwaliteitslabel wat wij uitreiken om de particulieren een garantie te kunnen geven om te kunnen samenwerken met een betrouwbare firma. Dat is eigenlijk het grote verschil. Tweeledig eigenlijk. Het is minder duur dan een ISO-certificatie. Dus het is financieel haalbaar voor het kleine KMO-bedrijf en het is administratief ook minder zwaar voor het KMO-bedrijf. En waar we eigenlijk verder in gaan dan het ISO-certificaat is het klanttevredenheidsonderzoek wat we doen. Dus we gaan een aantal klanten van het bedrijf contacteren om te vragen of de planning wordt nagekomen of de afspraken worden nagekomen en andere criteria die nodig zijn. Dus dat is eigenlijk het grote verschil en klanttevredenheid is kwaliteit. Ja. Stel dat er nu toch iets misloopt in het bedrijf, wat doen jullie dan? Dat kan altijd, want we zijn
niet, of niemand is perfect. Dus het kan altijd wel eens fout lopen. Ja. Maar dan is er een auditcommissie die zich daar per kwartaal over uitspreekt. We gaan dus de resultaten van die audits bespreken en we gaan kijken van, is dit nodig om het label in te trekken, ja dan nee. Ja. Wanneer doe je dat bijvoorbeeld wel? Wanneer doen we dat bijvoorbeeld? Als het registratienummer bijvoorbeeld zou geschorst zijn. Dat betekent dus dat het bedrijf geen garanties meer kan bieden aan de klant die uiteindelijk naar zijn subsidies gaat vragen bij de overheid. Het kan natuurlijk ook zijn dat er bepaalde zaken technisch behoorlijk fout gelopen zijn. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat zij dat label behouden. Dus het is eigenlijk aan ons om de feedback die we krijgen van die audits, om die op te volgen en daar een nodige aanpassing aan te doen. Een beetje bij te sturen. Ja. Kost het ons als particulier iets? Nee, het is een volledig gratis dienst, bij wijze van spreken. Dus er zijn geen administratieve verplichtingen of geen extra bijkomende kosten nodig. We geven alleen de particulier de garantie dat het bouwbedrijf een degelijke bouwfirma is die een structuur heeft in zijn organisatie op kantoor en op de werf. Zodat we niet meteen voor verrassingen komen te staan. Dat is de bedoeling. Goed. Dirk, zitten we goed hier? Hier zitten we zeer goed. Ja. En het gaat zelfs lekker worden. Heb je nog heel even geduld? Ik wacht nog even. Dan gaan we het afwerken. Goed, dank je. Tot zo. Pascal, nog steeds hard aan het werk. Ik ben uitgebabbeld. Ik ben klaar. Ah, super. Peertjes zijn klaar om bewerkt te worden. Ja. Ik heb een bodemje olijfolie erin gedaan om ze niet te laten aanbakken. Niet te veel. Dan gaan we ze nu even bestrooien met kaneel. Behoorlijk wat. Mag gerust wat op. Ja. Een heel lekkere smaak. Dan mag je zelf kiezen. Ik prefereer oranje siroop. Waarom net die siroop? Die is wat vloeibaar. Heeft een heel specifieke smaak. Ja. Oké, okay, dus deze peren ga je zo stoven? Kunnen nu zo in de oven, tiental minuutjes, totdat ze gaar zijn. Maar Pascal, ze ruiken lekker. Dat is de kaneel die je ruikt. Ze ruiken een beetje naar speculaas. Ja, dat zal de aurits hierop bewerkstelligen. Ja. Zeg, hoeveel peertjes doe je er normaal per man? Want je hebt er hier 4 klaargemaakt. Maar... Goh, een beetje afhankelijk van de grootte van het bord. 1 tot 2 maximaal. Voilà. Dat is klaar. Ja. Daar gaan we een de peertje. Peertjes. Biertje mee dresseren. Zal ik zo meteen de borden meenemen en dan breng jij de kip? Alsjeblieft. Goed. Klaar? Klaar. Voilà, Dirk. Het ziet er lekker uit. Kijk eens aan. En het ruikt lekker. Alsjeblieft. Kip in de ruimertof. Dankjewel. Klinkt goed, hè? Ja. Laat het smaken. Dat is kwaliteit. Dat is kwaliteit. Goed, wij eten kwaliteit vandaag als je het zelf wilt proberen. Het is echt de moeite. En het ruikt overheerlijk. Wil je weten wat we volgende keer maken? Gewoon kijken. Smakelijk. Smakelijk, hè? Smakelijk. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Cooking Spaces.